zijn, zeker bij de pest. Dus als het een straf van God was, ja, dan moest je de oplossing ook bij God zoeken. Dus als je in een hospitaal binnenkwam, eerst biechten. Eerst die mooie lijn, die schone lijn maken. En je had ook zo geneesheiligen bij elke ziekte. Je had Rochus bij ons voor de pest. Je had Apollonia voor tandpijn. In functie van wat die mensen, want het zijn allemaal martelaren, in functie van wat zij in hun leven ondergaan hebben, zijn zij geneesheiligen voor een of andere aandoening. En zo had je per ziekte een geneesheilige waar je beroep op kon doen, buiten